Welkom iedereen op de eerste persconferentie voor het nieuwe seizoen. Seizoen dat zondag begint met de Supercup. Dat weten jullie natuurlijk op het veld van Club Brugge. Onze coach is er om jullie vragen te beantwoorden. Tenzij hij graag zelf begint. Ja. Voilà, het is aan jullie. Dag coach. Heb je updates over eventuele blessures? Dan denk ik aan Laurent, Vadis. Allemaal wachten. We hebben morgen nog training. Dus we zullen morgen dan ook de selectie vrijgeven. Van wie dat in aanmerking komt. Maar we gaan absoluut verre van volledig staan. Hè. Dat is duidelijk. Het is een beetje een situatie die we absoluut willen vermijden. We goed weten dat onze kern een heel stuk kleiner is dan vorig jaar en dan de jaren ervoor. Dus ja, dat is een risico ergens. En dan hoop je dat je niet plotseling met heel veel afwezigen zit. En dat is nu bij ons het geval. Dus misschien is dat dan het juiste moment, zou ik zeggen. Zolang dat we nog in een vriendschappelijke wedstrijden zitten, is dat misschien beter dan wanneer dat de competitie begint. Hein, hier en daar vang ik op dat Julien de Saar dat die voor langere tijd oud zou zijn. Klopt dat? Julien heeft een ingreep ondergaan en is inderdaad nog niet fit. Hij heeft nog geen enkele training met de groep meegemaakt. Dus het ziet er naar uit dat het toch nog eventjes zal duren. Maar de ingreep is geslaagd. Het is niet dat hij nu nog volop aan het herstellen is. Het is nu echt een kwestie van revalideren. Nu. Hij is aan het revalideren, dat is herstellen. Hè? Nee, maar ik bedoel in de zin van het letsel is verholpen. Ja, blijkbaar wel. Dus het is nu stap voor stap werken aan de terugkeer. Zijn afwezigheid noopt jou dat tot zoeken van oplossingen op dat middenveld? Want ja, vorig jaar was Julien wel een van je... Ja, uiteraard. Hè. Het is zo dat naast Julien Vadis nu ook uitgevallen is, die eigenlijk in de eerste weken van de voorbereiding die rol op zich nam, omdat Ouzo ook niet fit was en ook Marijn niet fit was. Dus ja, ze zijn eigenlijk allemaal uit. Sven is zelfs uitgevallen nu de laatste week ook. Die zal wel terug zijn. Maar we hebben de galamatch met Julesager en met Castromontes gespeeld op middenveld. Dat is puur uit noodzaak. Als iedere ploeg vier jongens heeft die er niet bij zijn voor twee posities, ja, dan vallen de meesten terug. Allemaal in problemen komen ze. Het probleem is bij ons dan dat we dan in andere posities ook in de problemen geraken. Omdat je dan spelers van andere posities moet naar die posities schuiven. Dus... Nu, er zijn een aantal jonge gasten die met ons heel de voorbereiding hebben meegemaakt. Daar zullen er wellicht weer een paar van die mannen op de bank ook zitten nu in de Supercup. Hein, goedemiddag. Hoe belangrijk is deze wedstrijd voor u? Het blijft een beker te winnen. Het is een vriendenmatch, Richard. Het zijn de Brugse metten. Ja, eigenlijk. Ja. We kunnen lachen, maar het zijn een beetje de Brugse metten. De Supercup wordt in België niet serieus genomen. En daar heb je verschillende bewijzen van. Hè. Eén, het feit dat je speelt op niet-neutraal terrein. Maar dat is al een aantal jaren zo. Dus wij hebben daar ook van geprofiteerd in 2015 was het nog. Dus dat maakt al dat het niet echt een officieel duel is. Want je moet bij de tegenstander gaan spelen. Tweede, het is een vriendenmatch. Want in Sokkie, die drie weken geschorst is, wordt geschorst voor de vriendenmatchen en voor de Supercup. En Van Azenbroek, die één week geschorst is, wordt niet geschorst voor de Supercup. En zeker ook niet voor de vriendenmatchen. Dus het is een vriendenmatch. Begrijpen wie begrijpen kan. Ik denk dat je dat heel moeilijk kunt uitleggen aan de normale voetbalvolger, supporter. Laat staan geen supporter. Die mensen gaan dat niet begrijpen waarom dat... Dat de ene geschorst wordt voor vriendenwedstrijden en de andere niet. Maar mijn besluit is heel simpel. Dit is een vriendenwedstrijd. Hè. Die wordt ook zo gezien. Dus ja. Belangrijk. Wij gaan ons best doen. Je speelt voor een trofee. Er is een viering zelfs achteraf. Een grote viering. Eigenlijk is die... druist die volledig in tegen de manier waarop deze wedstrijd wordt gezien of aangepakt. En ik betreur dat ergens wel, omdat het uiteindelijk een moment is of een mooie affiche is waar je iets
speciaal zou kunnen rondbouwen en die belangrijkheid van zo'n trofee misschien weer opwaarderen, maar daar heeft men blijkbaar geen, ofwel geen nood aan, ofwel heeft men geen oplossing, heeft men geen veld waar men kan spelen op neutraal terrein. Ik weet het niet. Er moeten bepaalde redenen zijn waarom dit... Iedereen probeert om daar iets belangrijks van te maken. Jullie persmensen proberen dat belangrijk te maken. Maar eigenlijk volgen de voetbalinstanties daar niet in. Totaal niet in, hè. Geldt de prijs dan als een echte prijs voor jou? Nee, dat dus... staat wel op mijn palmarès. Ja. Maar ja, ik heb dat niet gevraagd. Hè. Ze hebben er hem opgezet. Nee, ja, dat is een prijs. Ja. Je speelt ervoor. Als je die wint, ja, dan heb je die match de zaak gewonnen. Maar ik zou zeggen, het zou vooral een prestatie zijn van de bezoekende ploeg om dat te winnen. Omdat je eigenlijk in omstandigheden hebt gespeeld die niet in jouw voordeel waren. Voor de thuisploeg is dat iets minder. Dus wij hebben die prijs gewonnen hier thuis. Dus dan vind ik dat ook een veel mindere belangrijke prijs. En in C bijna zelfs geen prijs, wat mij betreft. Je had het over de blessurelast. Is dat een rechtstreeks oorzaak van een toch wel zware voorbereiding? Nee, omdat er heel veel contactblessures in zitten. Zowel Vadis als Kums, dat waren allemaal eigenlijk contacten. Ongelukkige contacten, zou ik zeggen. Waardoor dat spelers oud zijn voor een kortere of iets langere tijd. Dus ja, dat heb je natuurlijk als je oefenmatchen speelt met inzet. Dan kan dat gebeuren. Bij sommige clubs valt dat dan misschien minder op, omdat ze misschien iets beter gewapend zijn in de breedte. Dat is bij ons nu net iets minder. En dan laat hem dat ook wat meer voelen natuurlijk. Brugge springt ook opnieuw in de dans voor Kasper Nielsen. Ik heb gehoord dat je wel wat versterking op het middenveld kan gebruiken. Wat denk je daarvan? Ik heb daar niks over te denken, hè. Ik heb wel altijd gezegd dat ik niet over dossiers spreek die niet afgerond zijn. Dus heb ik daar niks over te zeggen. Maar ik vermoed wel dat je hem graag ziet komen. Ik zie iedereen graag komen. Iedere supporter die komt, zie ik graag komen. Dus wat dat betreft, iedereen mag van mij komen. Coach, hoe kijk je op dit moment naar de situatie van Tarek Tissoudali en zijn de contractonderhandelingen? Hoe kijk je daar op dit moment naar? Praat je? Daar is niks veranderd, zou ik zeggen. Hè. Dus we kennen de situatie. Iedereen kent de standpunten. Dus ja, we gaan dat afwachten hoe dat verder evolueert. Of dat er nog iets gebeurt of niet gebeurt. Dat zullen we zien. Als het zover is, dan kunnen we daarover communiceren. Maar voorlopig is daar niets dat verandert aan de bestaande situatie. Hein, je hebt nu al enkele keren eigenlijk beklemtoond dat je kern minder ruim is dan die van de concurrentie. Is dat dan eigenlijk impliciet ook aan? Ik heb dat nog maar één keer gezegd. Hè. Maar vorig weekend had je het er ook over. Hè. Ik begrijp ook wel dat je ergens een vergelijking maakt. Hè. Die cijfers zijn er. Maar ja, pleit je dan nog voor bijkomende versterking deze zomer? Ja, maar bij mij is het heel simpel. Ik wil mij niet vergelijken met de rest. Hè. Ik zeg alleen, als je als je keuze maakt om je kern misschien te reduceren, en probeer te kiezen om meer kwaliteit dan kwantiteit te hebben. Ja, dan weet je dat je in een moeilijk moment zoals nu, waarbij er dan plotseling op eenzelfde moment heel veel afwezigen zijn, ja, dat het dan een beetje puzzelen wordt. Hè. Dat hoort erbij, maar oké, dat is een keuze die wij gaan maken. Als dat blijkt dat wij gedurende het seizoen vaker in die situatie terechtkomen, wat zou kunnen? Want we hebben wel wat jongens met wat blessuregeschiedenis. Ja, dan is dat maar zo. Hè. Dat is de kans die je maakt. Gent zijnde, in de huidige omstandigheden, wij zijn niet in staat om te doen zoals een aantal anderen. Dat is een heel ruime, sterke selectie samenstellen. Daarvoor hebben wij de middelen niet. En als we dan een beetje willen concurreren, ja, dan probeer je een iets kwantitatievere selectie samen te stellen. Met het risico natuurlijk dat je, als het tegen zit en er zijn veel blessures, ja, dat je daar dan wellicht de prijs zal voor betalen.
Maar je kan dat ook niet doen en gewoon blijven zitten. En dan draai je wellicht niet meer mee. Dan gaat het weer een moeilijk jaar worden. Moet je weer proberen van te harken om bij de eerste vier te geraken. Dus ja, we proberen een andere kaart te trekken. Is dat tot nu toe gelukt? Nee. Want we hebben uiteindelijk nog maar één speler erbij. Dus kan je niet spreken dat er al enorm veel veranderd is. Dus er wachten ons inderdaad nog wel wat serieuze uitdagingen op dat vlak. Met de Ronariga zag je ook iemand terugkeren naar Berlijn. Heb je nog enige hoop dat hij alsnog hier opnieuw aan... Daar kan ik niks over zeggen, maar dat daar in die sector ook nog iets moet gebeuren, dat is duidelijk. Want daar zijn we uiteindelijk hebben we een stap achteruit gezet, nu, ten opzichte van vorig jaar. Eind vorig seizoen had je ook aangegeven dat het misschien voor haar agent opportun zou zijn om gelijkaardige transferdossiers te zoeken. Dus jongens die gehuurd worden van buitenlandse topclubs. Zijn er daar zaken mogelijk, denk ik? Dat is een van de mogelijkheden. Hè. Dat is een manier waarop hier misschien in het verleden minder is gewerkt. Maar dat is een optie om, als je niet over enorm veel middelen beschikt, om toch te proberen van een goede, kwalitatief goede selectie bij elkaar te krijgen. Met weliswaar dan spelers die er misschien maar voor beperkte tijd zijn, waar je zelfs geen optie op hebt, zoals vorig jaar is gebleken. Dan is dat maar zo. Dus... Nee, dat is een van de mogelijkheden. We zullen zien wat er in de toekomst zal gebeuren. We staan een week voor de competitiestart, die toch wel belangrijk is, die we absoluut niet willen missen. Dus ja, ik ben benieuwd wat er binnen hier en een week nog zal gebeuren. En hopelijk, als dat dan nu niet is, dan toch zo snel mogelijk na die eerste wedstrijd, zou ik zeggen. Maar je groep heeft wel nog versterking nodig gezien. Toch absoluut. Groot, absoluut. Ja, maar als ik puur naar de aanwezigen kijk nu, als wij puur de rekening maken, ja, dan komen we er gewoon niet. Hè. Dan is duidelijk. Ik zag gisteren een foto van KV Kortrijk, waar er 18 spelers op stonden. Wel, als ik die jongeren die eigenlijk niet definitief bij ons zitten, als ik die er niet bij zet, dan heb ik er denk ik ook 18. Dus ja. Dat is de situatie waar we momenteel staan. Daarmee zijn we rond. Oké, dankjewel en tot zondag op de vriendenmatch in Brugge. Dank u.